Frans Duits blijft volhardend in zijn wens om een duet op te nemen met niemand minder dan Anouk. De zelfverklaarde topvolkszanger, bekend om zijn extravagante auto's, heeft herhaaldelijk zijn verzoek ingediend, zelfs bij Anouks platenmaatschappij. Met zijn oog op een samenwerking hoopt Frans dit jaar nog een single uit te brengen in het genre van in Dominique. In een recent interview met Story benadrukt Frans zijn lang gekoesterde wens: Het klinkt wellicht opmerkelijk. Maar ik zou dolgraag een plaat opnemen met Anouk, in de stijl van haar single Dominique. Dit roep ik al geruime tijd, en ik heb het zelfs aan haar platenmaatschappij laten weten. Dat zou echt fantastisch zijn. Echter, tot op heden heeft Frans geen enkele reactie ontvangen van Anouk of haar platenmaatschappij, wat zijn muzikale plannen voorlopig in de wacht zet. Ondanks het uitblijven van een reactie op zijn verzoek, lijkt Frans Duits zich geen zorgen te maken. Financieel heeft hij weinig te klagen, Mede dankzij de erfenis van zijn vader, waarmee hij zijn indrukwekkende wagenpark bekostigt. Zijn voorliefde voor peperdure auto's leidt regelmatig tot kritiek, maar Frans verdedigt zich door te zeggen: Ik vind het gewoon leuk om, wanneer ik een fantastische auto koop, dat te delen. Het is niet bedoeld als opschepperij. In het licht van zijn autoliefde deelt Frans ook zijn observaties over de perceptie van succes in Nederland vergeleken met het buitenland. Volgens de zanger hechten Nederlanders minder waarde aan een glanzende bolide. Terwijl in het buitenland een indrukwekkende auto als teken van succes wordt beschouwd. Als je in het buitenland met een oude auto aankomt, laten ze je amper binnen. Ze denken dat je geen succes hebt. Maar arriveer je in een luxe wagen, dan zien ze je als welvarend. Frans beklaagt zich over de Nederlandse mentaliteit, hier geven ze de voorkeur aan dat je in een sloeberbak rondrijdt. Met een oudere auto regel je hier alles prima. Maar kom je aan met een glimmende bolide, dan vinden ze dat je te veel hebt. Desondanks blijft Frans volharden in zijn werkethiek. Ik werk keihard en als anderen het niet waarderen, ook prima.